De horeca in Eindhoven is het spuugzat. Op 17 januari gaan ze open en blijven ze open. Dat heeft Koninklijke Horeca Eindhoven aangekondigd, samen met 49 andere afdelingen door het hele land. En als de handhaving die dag voor de deur staat met een boete, laat ze maar komen. Dan denk ik dat het heel druk gaat worden bij de rechtbank. Ik denk dat we massaal allemaal bezwaar gaan aantekenen en dergelijke. De rechtbanken zitten ook al onderbezet. Dus ja, en volgens mij staan we hier in Eindhoven met heel goede voet met de gemeente. De gemeente weet hiervan, van de actie ook en dergelijke. Dus ik denk dat het niet zo'n vaart zal lopen. De branchevereniging kan om twee redenen de actie nog afblazen. Als de besmettingen zo hoog oplopen dat het onverantwoord is, of als de overheid dan eindelijk met die broodnodige steunmaatregelen komt. Deze week is er een gesprek met de Eindhovense wethouder Monique List over wat zij voor de horeca kan betekenen. Ik hoop dat zij ook haar middelen kan gebruiken om toch vooral in Den Haag druk te kunnen gaan zetten dat de maatregelen moeten veranderen. De gemeente laat weten begrip te hebben voor de lastige situatie van de horecaondernemers, maar geeft aan de landelijke maatregelen te moeten volgen. Wel wil ze met de horecaondernemers in gesprek blijven, zodat ze kunnen voorkomen dat ze in de toekomst tegenover elkaar komen te staan.